ben Barbara van der Wey, architect. Ik ben gespecialiseerd in restauratie van monumenten van de 19e en 20e eeuw. En hier in Beaux-Arts ben ik sinds 15 jaar bouwmeester. Het Paleis voor Schone Kunsten is gelegen op een heel bijzondere plek. Het is eigenlijk voor de helft ingegraven in een heuvel. Dus dat was voor Horta een hele uitdaging om licht te brengen in zijn gebouw. Voor hem was het heel belangrijk om licht binnen te brengen via glazen daken voor alle ruimtes die eigenlijk onder de grond zitten. En dus in feite heb je twee soorten licht die het gebouw verlichten. Enerzijds het laterale licht, dat is dus het licht dat zijdelings langs de gevels binnenkomt. En dat is vooral het licht dat binnenkomt langs de Ravensteinstraat en de Baron Hortastraat. Maar dan heb je natuurlijk ook al die tentoonstellingszalen die licht van bovenuit hebben gekregen via glazen overkappingen. De zalen eigenlijk die Horta ontworpen heeft, zijn ook ontworpen in functie van de specifieke kunst die men later daarin wilde tentoonstellen. Bijvoorbeeld heb je de Grande Galerie, dat zijn de grote tentoonstellingszalen die zeer veel daglicht hebben, die zeer groot zijn. Dat was voor grote kunstwerken tentoon te stellen. Er wordt ons gezegd dat er weinig reflectie is op de kunstwerken in de tentoonstellingszalen. Nochtans is er heel veel daglicht dat eigenlijk in die tentoonstellingszalen binnenkomt. En waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat er bijna nooit een rechtstreeks daglicht op de kunstwerken zelf valt. De ruimte tussen de plafonds en de muren zijn eigenlijk een soort moulures die het daglicht tegenhouden, zodat het daglicht niet rechtstreeks op de muren van de tentoonstellingszalen kan toekomen. En ik vermoed dat het daardoor is dat er eigenlijk geen reflectie op de kunstwerken zelf terechtkomt. De normale concertzaal heeft geen daglicht, maar hier in dit geval heeft Horta toch wel daglicht voorzien via een groot glazen dak. En dat daglicht werd gefilterd via een soort, wat we noemen de lanterneau, in gekleurd glas, om toch daglichttoetreding toe te laten in de zaal tijdens de dag. Om artificieel licht binnen te brengen, heeft Horta ook hier en daar een hele mooie manier om indirect licht binnen te brengen in de ruimtes, uitgetekend via lichtstrips die hij getekend heeft in het plafond van de concertzaal. Dus die drie mooie lichtstrippen die je vindt aan het plafond zijn architecturaal heel dominerend in feite en zorgen ervoor dat er licht is voor het publiek.